staan hier een beetje rare plekken die met hele uithoeken zitten tegen Amsterdam aan. We noemen dit Bergwijk Park. Het kantoorgebied Bergwijk Park, maar ik kijk, dat zien jullie voor de film, ik kijk tegen een hotel aan. Het is een groot hotel. Dat staat hier sinds jaar of twee in gebruik. En dat bestaan we dus het kantoorgebied van Diemen. We wilden in dit terrein vlakbij een hotel, maar we zitten ook op een campus waar bij elkaar een paar duizend studenten zitten. Vlakbij is een woonwijk gebouwd. We wilden hier wat meer reuring in het terrein krijgen. Ik ken de omgeving goed en ik wist dat deze toestellen stonden in het sportpark Middenmeer in Amsterdam. En daar ben ik met een collega die landschappelijk indeelt, ben ik geweest kijken van, goh, is dit wat? Dit soort toestellen, past dat in het gebied waar we toestellen willen plaatsen? En toen werden we enthousiast. Ik was vanochtend nog in gesprek met mensen die het gebruiken. Die kwam ik toevallig tegen en daar kijk ik wel heel vrolijk op. Het wordt heel veel gebruikt. Vanaf dat het open is gesteld, moesten we hem even gesloten houden vanwege de coronamaatregelen. Maar we hebben de hekken eraf gehaald een aantal weken geleden. Is het volledig in gebruik genomen? En niet een keer per dag, nee, de hele dag door. En als ik dan erop terug en denk van, oh, we hebben ook precies het goede gedaan.